Vis fileren is ook een kunst. Dit is een bijting. Elke vis die je gevangen hebt, gelijk van de darm ontdoen. Pas na de visdag fileren. Die vlees zijn er niet stug. De vis moet zich altijd eerst ontbloeden. Kijk maar eens goed hoe ik de bijting fileert. Aan de zijkant. Altijd snijden. Draai dan de wijting om. En je hebt een filet. Even herhalen. 45 graden. Vlaggetje. En dan kunt u ook dit doen. Dun-dik verschil. Kijk, de pen niet draaien. Half een maandje. Verticale streek, horizontale streek en uiteraard de laatste oefening, de O of de cirkel. Kijk maar eens naar het dun-dik verschil. Een van de materialen was het halfmaanvormige mes om de vleesresten te verwijderen. Het werd telkens strak gespannen en zo kwam het perkament tevoorschijn. Perkament is een organisch materiaal, dat kan echt niet tegen vocht. Ik laat u nu zien hoe je wol moet verspinnen. Van de wol van een schaap of ander dier wordt de wol verspunnen tot een draad. Kijk maar eens goed. Ik draai hem rond en ik trek een stukje wol ervan af. Het is een vrij stugge wol. En langzaam komt de draad tevoorschijn.